Dames en heren, welkom vanmiddag. En natuurlijk vooral jongens en meisjes uit groep 7 van de Bosselommerschool. Met juf Linda Koning. Van harte gefeliciteerd jullie vooral met het winnen van de razendmoeilijke schooltuinquiz 2010. Wat hebben jullie een bijzondere prijs gewonnen. Samen met de jongeren uit restaurant 15 een lunch klaarmaken. En het meest bijzondere is dat jullie koken met de producten die jullie zelf deze zomer op de tuin hebben gekweekt. Als eerste wil ik natuurlijk de medewerkers van restaurant 15 heel hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid. Fantastisch, zeg ik tegen jullie, dat je de klas de gelegenheid geeft om letterlijk een kijkje in de keuken te nemen bij 15. Dat zouden we allemaal wel willen. En toevallig weet ik dat jullie in 15 ook altijd al koken met streek- en seizoensproducten. Dus voor die schooltuinproducten draaien jullie je hand niet om. Ik weet zeker dat het vandaag heel erg lekker gaat smaken. Jullie zijn hier vandaag met z'n allen bij elkaar om te vieren dat jullie gewonnen hebben. Ik heb hier jullie prachtige inzending voor de razend moeilijke schooltuinquiz. En ik heb hem doorgekeken. Wat hebben jullie er een werk van gemaakt, zeg. Het is gewoon prachtig. En de cijfers zijn terecht heel erg hoog. Wat de jury in jullie inzending onder andere heel erg waardeert, is dat jullie natuurlijk goed kunnen schatten, de bonen, dat klopte bijna, dat jullie een prachtig interview gehouden hebben met de oudste schooltuinleerling, een heel mooi idee ook hebben gemaakt voor hoe de tuin eruit zou kunnen zien. Jullie groepsfoto is natuurlijk ook om te smullen, dus dat is gewoon een schitterende inzending en terecht de winnaar. Maar het is niet alleen een feest omdat jullie dat mooie boekje hebben afgeleverd. Het is ook feest omdat het schooltuinwerk in Amsterdam nu 90 jaar bestaat. En het is belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Helaas kan ik er zelf niet bij aanwezig zijn omdat ik andere dingen moet doen, maar het kan wel gelukkig via deze video. Het is ook jammer dat ik er zelf niet bij kan zijn, want dan kan ik ook geen hapje proeven van jullie amazing antipasti. En misschien ben ik er ook wel een beetje jaloers op dat ik niet Talicia, Nijat, Avalanche van Spanghout kan ontmoeten. Trouwens, kunnen jullie mij het recept sturen? Ieder jaar hebben 7000 Amsterdamse kinderen hun eigen tuintje op een van deze tuinen. Dat zijn echt heel veel kindertjes. Jullie krijgen daar tuinlessen en je verwerkt de oogst tot gezond voedsel, zoals bijvoorbeeld in de soeples. Jullie leren over de voedselkringloop, jullie leren over de dieren op de tuin, de seizoenen, hoeveel werk het kost om een goede oogst te hebben, de invloed van het weer. Jullie leren over de klimaatverandering. En, last but not least, over die gezonde voeding. Dat klinkt misschien wel saai, maar jullie weten beter. Heel veel kinderen eten veel te weinig groente en fruit, maar jullie niet. Veel kinderen bewegen ook nog eens te weinig. Jullie wel. En daarom is dat zo belangrijk. Alleen door gezond eten en genoeg te bewegen, worden jullie nog groter en sterker. Avalanche van Spangas gaat daar straks nog wat meer over vertellen. Ik zou zeggen, een groot applaus voor jullie zelf. En met al die punten dragen het schooltuinwerk en de schooltuinen bij aan een leefbare en een gezonde stad. In de 90 jaar dat die schooltuinen nu bestaan, hebben ze dus veel betekend voor de stad Amsterdam. En dat doen ze tot op de dag van vandaag. Wat ik verder nog belangrijk vind om te zeggen, is dat dit allemaal niet mogelijk zou zijn zonder de inzet van de educatieve medewerkers, de tuinmannen en de coördinatoren die werkzaam zijn op de schooltuinen. Ik wil hen dan ook namens de stad Amsterdam heel erg bedanken voor hun inzet en hun betrokkenheid. Het is ontzettend terecht dat de rollen vandaag worden omgedraaid en dat zij vandaag in de watten worden gelegd met jullie lunch. Geniet er allemaal van vanmiddag. Iedereen nogmaals van harte gefeliciteerd met het 90-jarig bestaan van de Amsterdamse schooltuin. Veel plezier.